Ik ben Janette en leuk dat je kijkt naar een nieuwe weekvlog. Het is vandaag maandag 13 mei. En ik ga voor jullie een nieuwe weekvlog beginnen. Het is weer de eerste dag na de meivakantie. En ik moet echt gewoon een beetje wennen. Het voelt echt alsof ik super lang hier niet ben geweest. Terwijl ja, dat valt echt best wel mee natuurlijk. Maar dat dus. En als jullie er zin in hebben, zou ik het heel erg leuk vinden dat je een blauw duimpje omhoog doen. En abonneren op mijn kanaal. En dan heel veel kijkplezier. Ik ga eerst eventjes inloggen. En dan ga ik even alles klaarzetten. Want ik moet wel best wel veel nog eventjes doen in de ochtend. Dus ik ben er ook nu om 7 uur. Om nog even wat dingen klaar te zetten. En ik moet even wat dingen in de koelkast zetten. Want ik ga zo meteen beginnen namelijk met deze shake. Heel lekker. Nou, mijn eerste dag zit weer op. Helemaal niks gefilmd. Het was wel echt een hele goede dag. Dus daar ben ik heel blij mee. Ik heb even een rooster van Musical heb ik gedaan. Ik heb eigenlijk alles al af. Ik moet nu alleen even de ramen dicht doen. En dan ga ik lekker naar huis en sporten. Good morning. Het is vandaag dinsdag 14 mei. 14 mei volgens mij. En mijn tweede dag om weer lekker te werken. Gisteren heb ik niet zoveel gefilmd omdat ik even in moest komen. Maar vandaag ga ik er weer tegenaan. Het wordt 25 graden. Dus ik heb maar even deze lange jurk aangedaan. Dat vind ik altijd heel erg fijn. Ik weet alleen nooit wat voor schoenen ik eronder moet. Dus ik heb nu gewoon van die simpele witte Puma's. Maar eigenlijk wel iets van laarsjes of zo. Maar dat maakt het natuurlijk wel ook weer heel erg warm. We gaan vandaag weer aan de musical. Gisteren zijn we voor het eerst aan de musical geweest. Dat was wel echt heel erg leuk. Niet ik zelf, maar ze vonden het volgens mij wel heel erg leuk. En ik heb dus ook het rooster van de musical even daar opgehangen. Zodat ze gewoon even kunnen kijken van, oké, dit gaan we doen. Dus dat. Ja, dat eigenlijk. Het is vandaag woensdag 15 mei alweer. En mijn kamer is echt een troep, zoals je kan zien. Maar maakt niet uit. Ik ben me aan het klaarmaken voor werk. Vandaag is dus woensdag. Dus ja, de kinderen hebben een korte dag. En ik dan ook. Ik heb wel best wel veel dingen te doen. Omdat het is afgelopen week mijn vakantie geweest. En ik heb gewoon niks gedaan. Dus ja, ik heb wel wat dingen die ik straks na schooltijd moet doen. En straks, als ik aankom op school ook, want gisteren was ik echt mega moe. Dus om 5 uur heb ik echt al mijn spullen op het bureau gedropt. En ik dacht, ik zie het wel. Maar ik heb echt een aantal dingen die ik nog even straks moet doen. En ik moet ook echt mijn bureau opruimen. Dus dat. Ik heb namelijk hierna nog 2 weken. En dan hebben wij een extra week vrij. En dan ga ik lekker een week op vakantie. En daarna zijn het volgens mij, als ik het nog goed zeg, 4 of 5 weken of zo. Dus echt, de tijd gaat super snel en dan heb ik lekker vakantie. Ik ben nu even mijn make-up aan het doen. En afgelopen dagen was het super lekker weer. Maar ik merk ook als het zo heet is dat de kinderen een beetje moe worden. Als jullie snappen wat ik bedoel. Dus ik ben blij dat het vandaag gewoon heel even een beetje is afgekoeld. Lekkere weer is heel fijn, maar de kinderen worden er gewoon een beetje lui van. Ik weet niet hoe ik het moet uitleggen. En ik ben dus nu eventjes bezig met mijn make-up doen. En er is volgens mij ook, ik ga vanavond bij mijn vader eten en daar is volgens mij een pakketje bezorgd van de Zara. Dus dat ga ik eventjes ook voor jullie openmaken. En is het oké. Even een verzettingsspray op doen. En dan ga ik morgen wel in. Nou, ik ben aangekomen op werk. Ik moet dus nog een aantal dingen doen. Als eerst. Nou kijk, zoals jullie zien heb ik dit kastje dus gewisseld met die. En hier is echt een troep. Dit moet opgeruimd worden. Het bord moet nog gedaan worden. En ja, verder wil ik gewoon een klein beetje nog de lessen bekijken. En een beetje opruimen. Ik heb dus vandaag ook voor het eerst deze shake mee. Dus ik ben heel benieuwd. Ik heb er ijsklontjes in zitten. Zo.
Dus ik ben heel benieuwd of deze lekker is. Want ik had even geen koud drinken. Heel lekker. Dus ik ga heel eventjes deze dingen opruimen. Of zou ik eerst het bord doen? Ik doe eerst wel het bord. We gaan eventjes kijken naar opdracht 2. Pak hem erbij. Nou, wat je namelijk moet doen, je moet gaan nadenken, is het nou een pictogram of is het een symbool? Weet je het dus niet? Kijk je even terug naar het uitlegblokje. En je ziet hier dus 8 voorbeelden. We doen de eerste 2 even samen. Je ziet daar een plaatje. Wat betekent dat plaatje? Schrijven we dat eerst op. Ja, en voor wie? Want dat staat er ook duidelijk. Ja, dus het is toilet voor mannen en vrouwen, maar ook voor mensen in een rolstoel. Dat kan je zien aan het plaatje. Dus schrijf dat eventjes op. Gebruik een hoofdletter. Vergeet geen punten zetten. Dus toilet voor mannen en vrouwen, maar ook voor mensen in een rolstoel. En dan eigenlijk belangrijker, wat straks ook op de toets terugkomt. Is dit dan een pictogram of is dit een symbool? En als je het even niet weet, sla je even terug naar het uitlegblokje. Wat denken jullie? Wie denkt het is een pictogram? Wie denkt het is een symbool? Het is een pictogram. Kan jij uitleggen waarom jij hebt gekozen voor een pictogram? Ja, eenvoudig plaatje. Je weet precies wat de bedoeling is. Kan dit ook nog iets anders betekenen? Nou, het is na schooltijd, want woensdag is natuurlijk altijd een korte dag. En ik moet nog een aantal dingetjes doen in de klas. Ga ik lekker bij mijn vader eten. Moeten we even kijken, want meestal bestellen we altijd gewoon eten. En ik ga dus ook dan daarna sporten, want ik ben elke dag aan het sporten. En ik heb nog een paar pakketjes, dus heel veel en. Ik dacht, ik laat jullie even een paar dingen zien die ik heel erg fijn vind in mijn klas. Gewoon even, daar had ik zin in. En misschien hebben jullie daar ook wat aan. Voor als je volgend jaar na de zomervakantie begint als leerkracht. Als eerst. Pennenbakje. Deze is top. Deze is van de Action. Echt heel erg fijn. Een aanrader. En deze is dus van de Vibra. Hier kan je dus al je kaartjes in doen voor het bord. Dat vind ik echt 2 hele fijne dingen. Verder. Maak een rooster. In je map die echt heel overzichtelijk is en waar alles in staat. Dus elk kwartier wat je doet, want daar heb je gewoon heel veel aan. Dus dat vind ik heel erg fijn. Verder vind ik in mijn klas heel erg fijn. Ja, duidelijke kaartjes. En zoveel mogelijk, niet zoveel mogelijk ophangen, want dat kan ook weer onrustig zijn. Maar zoveel mogelijk dingen, zodat ze weten waar ze aan toe zijn. Dus rooster van de musical hoeven ze niks te vragen. Huiswerkrooster hoeven ze dus niks te vragen. En ik heb dus een extra bord. En deze vind ik echt top. Agenda, wat moeten ze allemaal doen? De maatjes, presentaties, eigenlijk alles hang ik hier op. En dan verder heb ik hier een mooie momentenmuur. Die vind ik ook heel leuk. En dan een verjaardagskalender, zodat je heel overzichtelijk hebt wie er allemaal jarig zijn. Dit zijn dingen die ik heel erg fijn vind. Ook alle nakijkboekjes bij elkaar, zodat ze gewoon zelf kunnen nakijken. En dat je dat niet de hele tijd hoeft te pakken, maar dat ze het gewoon zelf kunnen pakken. Even een aantal tipjes van mij. En ik wil dus eigenlijk vanaf de zomervakantie een serie gaan maken. Ik denk dus wel op TikTok. Met dat ik jullie al mijn tips deel voor als ik het nieuwe jaar ga beginnen. En ik dacht, misschien zijn er wel mensen die dat leuk vinden. Dus ik ben heel erg benieuwd wat jullie daarvan vinden. Zodat ik gewoon eigenlijk mijn tips deel hoe ik het jaar wil beginnen. En mijn kast. En gewoon letterlijk eigenlijk alles. Wat zouden jullie daarvan vinden? Zouden jullie dat leuk vinden om te zien? Of denk je echt boeien? Maar ik ga nu even nog wat dingen doen. En dan ga ik de pakketjes ophalen en naar mijn vader toe.
Oké, ik sta nu voor de deur bij mijn vader. Maar er was nog een pakketje wat ik aan jullie even wilde laten zien. En ik dacht, ik laat het nu gewoon gelijk eventjes zien. Het is niet een heel mooi beeld, maar ja. Ik had namelijk wat besteld bij de Zara. Echt heel weinig. Maar toch leuk om eventjes te zien. Wat ik namelijk heb besteld. Eén ding voor mezelf en één ding voor mijn vriend. Als eerst heb ik voor mezelf in deze groene kleur. Kijk hoe mooi deze kleur is. Ik zag dit volgens mij op TikTok en ik vond het zo leuk. Het is namelijk dit topje. Zo'n soort haltertopje. Zo. En aan de achterkant is die dan open. En een lange broek erbij. En ik vond het een hele mooie leuke stof. En ik was heel erg benieuwd. En dan heb ik de broek wel in de maat M. Maar hij is wel echt heel stretchy. Maar dan alsnog. Dus deze twee. En ik heb schoenen voor mijn vriend. Mijn vriend heeft deze in het donkerblauw of in het zwart. Ik twijfel even. Maar ik dacht, voor de vakantie is het ook wel heel erg leuk in het beige. Dus dat zijn deze. En ik vind het altijd heel erg mooi staan bij mannen. En deze waren €60. Dus ik ben heel erg benieuwd of deze kleur ook bevalt. En dan ga ik nu naar binnen. Ik ben dus nu bij mijn vader thuis. En er was nog een pakketje geleverd. Dus ik dacht, die film ik ook maar even. En we gaan denk ik zo meteen lekker sushi bestellen. En ik sta weer in mijn oude kamer. En wat ik namelijk heb besteld is op AliExpress. En ik ben heel erg benieuwd. Als eerst heb ik een haarband. Ik vond deze namelijk wel leuk met die parels. Ik dacht leuk voor bij een outfit. En nu deze. Hier ben ik zo benieuwd naar. Nou, de trend met de Celine zonnebrillen is jullie vast niet ontgaan. En ik heb er ook twee besteld, want ze waren volgens mij €5 of €6. Dus ik dacht, ik wil ze ook wel heel graag proberen. Alleen het ding was dat ik wist niet zo goed welke kleur. Dus ik heb namelijk de bruine. Met bruin en goud. En dit is dus die Celine Dupe. Kijk, deze. En ik dacht helemaal leuk met mijn nieuwe gouden sieraden. Die heb ik overigens nu niet om, maar deze. En volgens mij is dus de bekende die met dat groen. Maar ik vond dit ook wel heel erg leuk. Kwaliteit voelt echt heel erg goed aan. Ik zie wel dat iedereen dit nu heeft, maar ja. En deze. Ik vind het dus echt zonde om zo'n dure te bestellen. Kijk, en deze heeft dus die groene glazen, maar het lijkt dus eigenlijk gewoon zwart. Hetzelfde. Deze. Ik weet nog niet of ik het echt heel leuk vind. Maar voor die €5. Het is altijd heel veel. Kijk, dit is die saus. Die kan je er zo overheen doen. Oké. Okay. En dan zit er gewoon losse kip zelfs. Maar daar zit dus wel bot in. En gewoon rijst. En er zit ook nog een zakje saus in. Dan moet ik maar even kijken. Die rijst is namelijk ook heel... Kijk, hier zit die rijst en die bonen in. Weet je wat ik heel vaak doe? Ja. Ik bestel best wel veel natuurlijk. Alleen ben. Ja. Dan kan je toch extra... Maar wat ik dan doe... Mm-hmm. Ik bestel wel eens bij de toko. Mm-hmm. En bij de Pizza Express, weet je wel. Mm-hmm. En, die we ook altijd nemen. Dat er ook één. Maar wat ik dan doe, dan eet ik... Eet je gewoon 2 dagen van. Ja. Want het is allemaal, moet je kijken joh. Wat een waanzinnig veel. Ja, we kunnen ook eerst 1 bak openmaken. Dat we hem op een bord allebei een beetje van deze doen. Ja, dan later. Mag ik deze meenemen voor de kijkje. Als je dat wil. Ja, dat is goed. Ja? Want ik denk niet eens dat ik deze bak voor de helft leeg krijg. Nee joh. Good morning, het is vandaag donderdag. En ik dacht, ik vlog er lekker een dagje bij. Gisteravond was ik nog lekker gaan sporten. Ik heb een uurtje ging ik spinnen. Want ik doe namelijk een sportchallenge. En dat is namelijk 20 dagen achter elkaar sporten. Omdat ik over iets meer dan 2 weken op vakantie ga. Echt heel veel zin in. En het is weer een nieuwe dag. Kijk, ik heb deze hele leuke strik in mijn haar. Ik hoop dat je het een beetje goed kan zien. En ik ga vandaag weer lekker voor jullie filmen. Er komt wel bij mij iemand kijken. Dus ik kan niet de hele tijd filmen.
Maar wel gewoon natuurlijk een beetje. Ik moet wel even een paar dingetjes opruimen, dus dat ga ik nu doen. En we hebben dus een nieuw thema bij Begrijpen Lezen, namelijk deze. Theater in de schijnwerpers. Echt even helemaal iets anders dan wat we hiervoor hebben gehad. En ik heb er heel veel zin in. Ik denk dat ze dit ook wel een heel erg leuk thema vinden. Dus ik ga even de boeken pakken, want die liggen nog in de kast. En die moet ik dan heel even wisselen. Dus dat ga ik nu eerst eventjes doen. Want ik heb hier de spullen staan, zodat de kinderen altijd gewoon alles zelf kunnen pakken. Wel heel erg benieuwd. Ik hoorde heel veel kinderen overleggen. Sommige kinderen waren het gelijk met elkaar eens. Sommige dachten ook wel. Bij sommige plaatjes horen er misschien twee. We gaan ze gewoon even langs. En dan gaan we even met elkaar kijken. Dat eerste plaatje hier. Met al die witte balletpakjes. Wat is dat? Klassiek ballet. Klassiek ballet inderdaad. Die hoort daarbij. Oh. En... wie weet er een voorbeeld van een theater of een voorstelling met klassiek ballet? Of misschien ben je wel eens een keer bij iets geweest. De Notenkraker. Er is er nog eentje die is ook heel erg bekend. Zwanenmeer. Het zijn twee hele bekende stukken. Dan gaan we dat plaatje daaronder. Je ziet daar ja, twee mensen in een soort kleine woonkamer. Wat hadden jullie daarbij? Ik ben heel erg benieuwd. Toneel, dat is helemaal goed. Waarom is het toneel? Weet je dat toevallig? Ze zijn samen aan het praten met elkaar, maar er staat ook musical tussen. Wat is het verschil tussen musical en toneel? Weet iemand dat toevallig? Wat is het verschil tussen musical en toneel? Ja, bij een musical zit ook dansjes, zingen, wat wij bijvoorbeeld hebben. En toneel is echt alleen maar het acteren, wat je hier ook ziet. Dan dat plaatje daaronder. Ik dacht eerst dat het robots waren, maar het is iets anders. Welke hebben jullie daarbij?